In de tweede week van juli 1958 houdt David Wilkerson jeugdevents voor jongeren. Er kunnen 7000 mensen in de afgehuurde arena. Maar het is verre van volgepakt. Op de vierde avond zijn er maar 100 mensen. De jongeren nemen de dienst niet serieus en gaan rellen. David maakt die avond vlug een eind aan het jeugdevent en gaat diep bedroefd naar huis. Heer, zegt hij boos, we kunnen zelfs niet eens contact met ze krijgen. Wat moet ik eigenlijk doen? En zoals altijd beschrijft hij vervolgens in zijn boek, toen hij werkelijk vroeg, kreeg hij ook werkelijk antwoord. Weet jij wat het antwoord was? Je leest het in het boek, Kruis in de Asfaltjungle.